interieur van Yummy Tummy. Het is helemaal roze. Het is helemaal in thema van... Dames en heren, de prijzen vallen echt mee. Oh, jongens. Kapsalon Giros met dat vieze zwarte olijm. Het vleugje van mij is het vleugje van Marie. Dat je kijkt naar een groeivlog hier op mijn kanaal Rico Rijdt Snel. Zij denken, waarom nou weer een nieuwe Walibi-vlog? Nou mensen, het is open, niet officieel, maar het is open. Yummy Tummy, en daarom dacht ik, laten wij een cocktailtje drinken om 11 uur 's ochtends. Want ja, we moeten het toch even uitproberen als influencer. Dus laten we naar binnen gaan. Lekker naar Yummy Tummy, lekker eten vandaag. Lekker drinken. Gaan we helemaal kop eraf zuipen hier zo. Voor 8 euro of zo, weet ik veel. 25 euro de man. 1000 ducaten. Ja. 1001 ducaten moet je betalen voor één cocktail. Het is niet te filmen. Mensen, dit is het interieur van Yummy Tummy. Het is helemaal roze. Het is helemaal in thema van weet ik veel. Als je kijkt naar hoe skeert mijn pad is en hoe dit eruit ziet. Echt, het ziet er super goed uit. Het is echt of dat ik in Barbie land loop. Vreselijk. Maar ik vind het echt heel mooi eruit zien. Allemaal mooi roze. En we beginnen in dit hoekje en dan kun je tegenwoordig zelf koffie... Jawel, je kan koffie halen. Is kapot. Ik ken hier ook van alles halen qua frisdranken. Nou, het is helemaal fantastisch. Krijg je zo'n mooie beker van een tent. En dan... er zit dus een QR-code op en dan kun je... Ja, onbeperkt tappen, zo te zien. Dat is goed. En hier kan dat ook. Dit is wat weer een vlog waar u tegen zegt, wel domme content. En wat leuk is om te vertellen is dat wij 4 verschillende eetgelegenheden hebben hier in Yummy Tummy. Namelijk Chinees, Grieks, Mexicaans en het laatste is... Italiaans. Dus denk aan pizza, pasta, denk aan nachos, denk aan gyros en denk natuurlijk aan noedels. Voor ja, 4 verschillende soorten landen waar je kunt eten. Kijk, hier hebben we dus het Chinese gedeelte. En laten we dus gaan kijken wat je allemaal kan halen. Nou, dan is het weer zo'n scherm waar ik helemaal kriegel van word, want dat beweegt weer. Maar zo te zien kun je dus noedels halen met tempeh of chicken. Samosa, geen idee. Oh, dat zijn een soort lumpia's. Korean fried chicken, oh, dat is fucking lekker. Of een combi deal met drinken en noedels. Het is helemaal fantastisch. En een keer... 1,50 niet duur voor noedels. Is het ook niet, dat is het echt niet. De prijzen vallen mij tot nu toe mee. Dan krijg je het hier op te halen. En het volgende is dus het Griekse gedeelte. En wat kunnen we daar halen? Nou, helemaal niks. Want het is leeg. Mensen, dat kan ik dus even bij vertellen. Eten hier in Yummy Tummy kan pas vanaf 12 uur. Ik kan dus op dit moment dus nog niet laten vertellen. Of laten zien. Wat je bij het Griekse gedeelte van Yummy Tummy kan halen. Maar het... Het zou iets van gyros zijn in elk geval. Komen we nog op terug, want we komen nog wel terug. Laten we naar het volgende gedeelte gaan lopen. Dan hebben we hier Vamos, het Mexican Flavors. En wat kan je daar halen? Want dit scherm doet het wel. Nou, ook weer zo'n mooie beker. Nou, ga aan de kant, schiet op. En dan kan je halen nachos of een salade of kindernachos. En ja, ook weer een combi deal voor 10,50 euro. En dan zijn we aangekomen bij het vierde gedeelte van Yummy Tummy. Allora, Italian food. En dan heb je weer zo'n mooi scherm. Wat kan je hier halen? Een pizza rotolle, als een wrappie. Je kan een...
een soort caprese broodje halen en ook weer een salade. En hier kost dan een minuutje wel €15,50. Dus dit is de duurste van allemaal, hoewel we de prijzen van het Griekse gedeelte nog niet weten. Want zoals ik al zeg, het scherm staat uit. Maar goed, dan gaan we door naar het volgende gedeelte van Yummy Tummy. En dat is dus het groene gedeelte. En dat is voor ons wel het belangrijkste gedeelte. Want Thomas, wat kun je hier krijgen in het groene gedeelte? Een cocktail. Een cocktail. En moeten we dan de til weghalen? Nee, in dit geval niet. We gaan lekker drinken. In het groene gedeelte kun je dus cocktails halen. Maar je kunt niet alleen cocktails halen. Je kunt hier ook naar de Starbucks. En dan kun je verschillende soorten koffie halen. En je hebt hier nog een beetje het oude gedeelte van Club Bob, want hier kun je gebak halen. Alleen dan wel lekker. Mensen, laten we lekker gaan drinken. Lekker zijn, lekker cocktailtje. Laten we eens even naar de prijs gaan kijken, want ja, het zou wel lekker duur zijn hier zo. Oh, valt mee, €9. Hoi, hoi. Nooit meer dat wij bij een café gaan zitten. Dat was eerst onze spot. Ja, normaal gesproken altijd bij café, American Café aan de overkant. Maar nu hebben we hier zo'n mooie toko met het groen en het roze. Waar je lekker kan eten, lekker kan drinken, lekker zuipen met Ruben. Nou, ik heb er helemaal schrik van. Ik heb er helemaal schrik van. Maar maar jullie hebben ook allemaal een recept of zo. Ja, ze moeten er nog even in komen, denk ik. Ja. En deze wordt door de week besteld. Want leraar bestelt ook. Nee, hè? Nee, heel gek. Kan je niet voorstellen dat ze dat niet doen? Doe je het zo. Dat kan je schilderen. Ja, de leraar geen alcohol bestellen door de week. Had ik wel gedaan als ik leraar was. Ik heb video's van hoe ze die cocktails aan het maken. Dat vind ik ook, alle, ook het geschiedenis erachter. Ja, nou, mooi. Fijn. Oh, je past het voor. Dat wel. Ook gewoon espresso martini. Ja, dit is voor de martini. Ja, dit is voor twee van de. Dat maakt niet uit. Dat is wel. Ik heb hier een beetje. Nee, dat is geen bos. Nee. Dit is volgens mij een bos, zeker. Ja. Ik heb een bijzonder weinig. Dank u wel. Rich. Ziet er op zich wel goed uit. Oh, pas op. Oh, hier staat het toch op. Ja. Ja, werken is dus gewoon één consument. Yeah. Ja, maar dat is ook wel gewoon nodig als er een keer iemand zit die hier wat minder van weet. Ja, gewoon de eerste keer of zo. Ja. Het is wel anders prima veel om te onthouden welke vrij van welke. Ik zou het niet echt proberen, als je niet een walen meer hebt, proost maar. Proost. Ik heb appelsap. Oh, lekker. Alcohol is altijd goed. Dan wij zijn alcoholist. Altijd. Ik wil dat ook niet proberen, maar goed. Dan moet je niet rijden. Als ik mijn rijbewijs heb, dan weet ik dat ik niet met de auto naar Walibi ga. Nou, hoe smaakt die? Lekker. Ik heb nog nooit porn gestaan, maar het ziet niet op. Na hebben Sex on the Beach. Heerlijk. Pieze jaksen. Maar mijn passievrucht gejat hier. Ja, lekker. Vindt hij lekker? Hij steekt de passie op. Een speciaal lepeltje gaan vragen. Lekker man. Dan moet je deze ook hebben, of niet? Ah, die citroen die erin zit. Ik vind dat wel lekker. Lekker. Nou.
ga je nu echt wel gewoon letterlijk. Welkom bij deze mukbag. Echt wel. En ondertussen dat ik lekker zit te zuipen, zie ik opeens dat het scherm van het Griekse restaurant open aanstaat. Dus gaan we ook even kijken wat we hier even lekker kunnen eten straks vanmiddag aan het einde van de dag. We hebben een Griekse friet, een Griekse wrap, salade en een kidsbox. En dat kost €10,50 met drinken. Is niet duur, dames en heren. De prijzen vallen echt mee. Jongens. Lekker eten. Kijk. En dat is dan wel lekker. Alleen er zitten er van die vieze olijven op. Vreselijk. Nou mensen, we moeten dus nog een keer naar Yummy Tummy, want we hebben weer dorst. We hebben weer zin in een cocktail. En we moeten eten, want ik heb honger. Dus we gaan kijken wat we nou eens een keer even hier gaan eten. Bij Yummy Tummy, dames en heren. Deze vlog zou alleen maar gaan over Yummy Tummy. Eigenlijk is de enige reden waarom ik hier een vlog opneem. Yummy Tummy. Dan heb je handen een beetje wat. Nou mensen, ik ben voor de allereerste keer dus aan het eten bij Yummy Tummy. En ik ben gegaan voor de noodles. Ik moet alleen zeggen dat het ziet er anders uit dan ik het verwacht had. Ik vind het niet echt heel appetijzelijk uitzien. Er hoort kip door te zitten. Nou, ik kan letterlijk één stukje vinden. Ik moet zeggen, voor het geld, ik hoop dat het een beetje lekker is. Ik vind die seks op de pizza wel heel raar uitzien. Dit heb ik niet besteld, Thomas. Ik ga er maar mee terug. Ik heb seks op de pizza besteld. Dit is een mojito. Nee, het gaat echt zelf, man. Ja. Die heeft een taco. Soft taco. Een soft taco. Ziet er wel. Kijk, dat ziet er op zich beter uit dan deze meuk hier zo. Het ruikt wel goed. 8 euro. Ja, dat wel. En ik heb 7 euro. Ruikt echt naar die wokken. Ja, dat moet ook. Misschien zit er wel die knoflook op. Ik maak plaats omdat je hier komt. Er zit steeds op de zijk. Neem eens een keer een hapje. Oh ja. Ik ga hem even proberen. Film je nog? Ja. Nou, we gaan het proberen, mensen. Of dat tevreden is. Ja. Het ziet er wel leuk uit. Echt heel. Nou, het is op zich al, maar de kip is er overheen gevlogen, geloof ik. Kijk nou, heel vlaggetje. Ga naar die van Lisa kreppen. Staat ook nog niet op. Dit is de Gyros Crab. Ziet er ook goed uit. Die ga ik de volgende keer gaan nemen. Dat ziet er beter uit dan deze meuk. Maar het is wel lekker op zich. Dit is ook denk ik ook wel dat het meer is. Nou, als we ons nog gek maken, dan kunnen we straks ook nog zo'n gyros nog binnenwerken. Ja. Mensen, nu ben ik gegaan voor de Sex on the Beach. En ik moet zeggen, die vind ik wel toch wel even iets lekkerder dan. Wat hoor je dit? Pornstaan van 10. Deze kost 9 euro. Met abonnementskorting 8,10 euro. En die Porsche Martini kost blijkbaar 8,50 en met abonnementskorting 7,65. Vind je ook lekker te gaan? Gewoon kapsalon gyros met dat vieze zwarte olijm. Even oriënteren op een toetje hoor. Ach, mijn kerel. Nou, Ruben neemt nog even een toetje. Zo'n klein stukje taart is wel mokertje duur. €4,50. Maar dan ook met abonnementskorting eraf. Dit samen was 9 euro. Ja, maar hoe smaakt het? Correct, goed is droog, denk ik. Nee. Nee? Stukjes cake liggen erop. Ik denk ook echt wel dat het goed spul is, hoor. Ik denk wel dat het goed spul is, maar ik vind het ook klein. Maar ik denk dat je dat bordje voor de prijs gewoon mee mag nemen. Nee, dat... Kleine lettertjes zitten de prijs in. Toetjes, lekker. Is lekker, hoor. Een vleugje van mij is een vleugje van Marie. Ja! Spinnen! Yeah.
Mensen, ik heb hier dus nog nooit in gezeten. Geniaal. Ja! Ik heb hem in een spin, jongens. Beter als een breakdance. Ik heb in de haast naar haar gegaan. Thomas. Mooi, hè? Waar ben jij? Ik ken je niet. Ik ben daar. Enig. Tegenwoordig als ik in pretpark loop, kom ik steeds vaker bekende mensen. Ook minder bekende mensen. Deze was dan. Ik denk niet dat iedereen hem kent, maar ik ben er weer een bekend iemand tegengekomen. En het graag is, ik durf dan nooit te vloggen met zulke mensen. Vind ik een beetje awkward of zo, want we zijn natuurlijk influencer over de top of zo. Vooral als je zo'n programma hebt meegedaan. Ik heb het namelijk op dit moment over Big Brother. En ik kwam dus iemand van Big Brother van dit seizoen, van het afgelopen seizoen tegen. Ik sta hem weer op de foto, het is namelijk Dilano. Hier is de foto. Voor mensen die Big Brother volgen. Hij was vandaag een baan, ik dacht even een fotootje maken. Zo mensen, en dit was alweer ons dagje Walibi Holland. En normaal gesproken zou ik niet snel weer een Walibi vlog maken. Omdat we recent geleden nog een Walibi vlog hadden gemaakt. Namelijk over Walibi Play. Wil je die vlog nog zien? Kan gewoon, staat er nog altijd op. Mensen, ik heb deze vlog dus gemaakt puur omdat Yummy Tummy geopend was. En het was niet de officiële opening. De officiële opening is op 15 juni, dat is volgende week. Maar wij zijn al lang binnen geweest. Ik ben waarschijnlijk de eerste, als je deze video nu ziet, de eerste pretpark YouTuber die een review heeft gemaakt over het eten en over het interieur van Yummy Tummy. En dan zou ik zeggen, want ik heb mijn mening nog niet helemaal gegeven. Ja, mijn mening over Yummy Tummy als waarschijnlijk een van de eerste die er een vlog over maakt. Mensen, ik kan eigenlijk zeggen van wauw, wat een restaurant. En hoe kan je zeggen wauw over een restaurant en een pretpark? Echt, het beste wat ze hebben kunnen doen is Club Wap veranderen naar dit restaurant. De kleuren zijn leuk, het is vrolijk, het is Barbieland-achtig. Het is gewoon super tof en super. Het is gewoon geweldig. Ik vind het echt een tof restaurant. Ik bedoel, het eten is goed. Je hebt vier verschillende eetdingen. Hoe noem je het? Werelden inderdaad. Qua eten, wat ik al zei. Grieks, Italiaans, Mexicaans en Chinees, Japans, hoe je het ook maar wil noemen. Echt super goed. En dan nog natuurlijk de cocktailbar en de Starbucks. Ja, dat heb ik niet elk pretpark. Het is toch fantastisch. Jij bent zo vaak te vinden bij die cocktailbar. Ik ben vanaf nu altijd te vinden als ik hier in Walibi ben bij Yummy Tummy. Want het is echt super geweldig. En ook voor alleen voor die cocktailbar. En ik kan je zeggen, het is totaal niet duur. Ruben, mijn jongetje, jij wou je mening ook nog vertellen over Yummy Tummy. Nou, ik vind Yummy Tummy echt waar een top restaurant. Goede Starbucks, dat wel. Ik heb die soft taco gehad. Ik vond de smaak heel goed. Het blendt lekker bij elkaar in. En ik vind het gewoon het concept heel leuk. Het zit vrolijk, het is fris. Goede kleuren gebruikt. En gewoon veel zitgelegenheid. Ja. En ze gebruiken borden. Dat vind ik ook heel leuk. Borden? Borden. Oh ja, ja, plates. In plaats van gewoon plastic troep op dat kartonnen gebruiken. Precies. Precies. Ja, ik vind het heel goed klaar. Mooie kleuren aan de buitenkant ook. Ja, toch? Ja, ik vind het ook. Ja, ik vind het ook echt. Ik ben het helemaal met je eens. Ja, top toch? Bedankt. Inderdaad, het is gewoon betaalbaar. Ik wil dit hele seizoen nog gaan eten bij Yummy Tummy. Lekker gaan drinken. Ik wil alles proberen. We hebben ook veel gedaan. Ik heb 2 cocktails geprobeerd. Ik heb dat eten geprobeerd. De pasta of de noedels. Ik vond ze lekker.
Maar als ik het nog een keer zou nemen, weet ik, ik vond het een beetje te weinig kip voor wat je eigenlijk dan wel weer moest betalen. Maar het was wel oprecht heel lekker. De volgende keer wil ik het Griekse proberen. Ik denk hetzelfde als wat Amber had, die wrap natuurlijk, want dat zag er wel heel lekker uit. Wil jij dan ook die soft taco proberen dan? Die wil ik ook. Ik wil alles een keer geprobeerd hebben. Gewoon, we komen hier zo vaak in Walibi dat we nog wel even lekker. En natuurlijk, we gaan lekker cocktails drinken. Thomas, wat vond jij eigenlijk van Jimmy Tippy en Anthony? Ja, mooi. Ja, lekker drinken. Ja, lekker. Mooi restaurant. Eten. En gewoon totaal niet duur, maar dat had ik al gezegd, hè. Mensen, ik zou zeggen, als je een keer in Walibi bent, ga naar Yummy Tummy en neem een cocktail, eet even wat lekkers. En dan zou ik zeggen, vond je dit nou een toffe vlog? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik je graag bij de volgende vlog. En dan dat zou zijn, geen idee. Maar zoals ik altijd zeg, aan het einde van de video, hoi!